Vandaag gaan we Sekou Bayo verrassen. Omdat de jongen een wildcard heeft gewonnen om met ons naar Turkije te gaan, naar het Next Generation Football Camp. Onze voetbalkampen zijn normaal voor jongens die op elite niveau actief zijn. Sekou is een jongen die heel veel intrinsieke kwaliteiten heeft. Die jongen is heel balvaardig, heeft lichte voetjes. Bovendien heeft hij een heel goede mentaliteit. Dat is een jongen die niet makkelijk opgeeft, die niet op elite niveau actief is momenteel. Ik ben best wel benieuwd hoe dat Sekou het gaat doen in Turkije. Ik denk dat het een heel mooi project is. Ik sta 100% achter het project, want er is wel een ideaal periode voor jongens en meisjes om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Ik denk dat Sekou heel verrast gaat zijn en misschien ook niet zo gaat weten hoe te reageren. Ja, ik ben benieuwd. Dag Sekou, we komen je verrassen, jongen. Jij komt met ons mee naar Turkije deze zomer. Proficiat, man. Ben je blij? Ja? Ik voel me heel blij. Ik heb er geen woorden voor. Ik had het niet verwacht, maar ergens in mijn achterhoofd was ik er wel over aan het dromen. En het is eigenlijk tot stand gekomen, dus ik ben wel heel blij. Het is natuurlijk niet gedaan. We zijn met Amber gekomen, onze meter. Maar onze Peter wou je nog ook aanspreken via video, dus dan moet ik je toch even laten zien. Hey Sekou, ik hoop dat alles goed met je. Ik kan er spijtig genoeg vandaag niet bij zijn om je deze persoonlijk af te geven. Maar ik wens je sowieso het allerbeste toe voor het Next Gen toernooi in Turkije. Ciao, ciao. Geen woorden. Nee, maar trillen. Nee, man. Ja, yeah, jongen, niet trillen, man. Komt goed. Ik verwacht heel veel werk en plezier op de voetbalkamp. Ik kijk er heel graag naar uit. Ben je blij? Ja, ik ben heel blij. Echt? Ja. Top. Gaan we knallen in Turkije, Sekou? Ja, knallen. Gaan we knallen? Ja. Mijn droom is uiteraard om profvoetballer te worden. En ik hoop dat ik word opgemerkt door een elite ploeg, zodat ik elite niveau kan spelen. Hopelijk met Gods wil gaat het wel lukken.